Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de vierde en laatste afleveringen van Rob's Mol Talk. De afleveringen waar bekend werd dat uh, Niree de Mol is. En ik zei nog de vorige aflevering, naast uh, de drie die er nog in zaten, dat ook nog eens uh, Niree of Simone de Mol zou kunnen zijn. Had ik naar nou me daarvoor gegaan, want dan hadden we zeker weten goed gezeten. En natuurlijk, de winnend finalist is Emma. Ja, ze heeft het gewoon ontzettend goed gespeeld. En ja, ik, vandaar dat ik ook dacht dat zij de mol zou zijn. Dus ja, petje af ook voor haar. En normaal gesproken zou ik dan ook beide afleveringen bespreken. Dus aflevering 7 en aflevering 8. Maar ja, aangezien het al bekend is wie de mol is, dan kan ik beter gewoon overgaan naar de molstreken waarvan ik denk dat die het leukste zijn. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst door naar onze community. Nou, zoals de vorige keer ook besproken, heb ik deze keer geen poll aangemaakt. Helaas zijn er naast die van Emily's geen reacties binnengekomen van wie jullie denken dat de Mol is. Dus dan gaan we ook door naar de reacties van Emily, zoals ik net al aangaf. Ik had het gevoel dat zij een beetje op Simone zat. Daar kom ik nog even terug op een van de reacties die ik ook eerder gaf. In ieder geval in de vorige video: dat ging over de Escape Rooms in haar biografie. En ik heb ook nog even de Wie is de Mol website doorgekeken. En ja, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Maar ik heb er gewoon echt finale overheen gelezen. Ja, ook ik ben regelmatig chaotisch. Dus ja, dan zou dit soort dingen. ja, verbaast me ook niet helemaal. En de andere reactie was over Simone. Dat ze zelf door iets onwaarschijnlijks te doen. ook de voorzet gaf voor de anderen om dat te gaan doen. Nou, uiteraard klopt dat ook helemaal. En ja, ik ben het ook met je eens. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die heeft gekeken dit seizoen. Die een like heeft achtergelaten. En natuurlijk die ook geabonneerd is op dit kanaal. En natuurlijk ja, hoop ik dat, dat jullie ook rond blijven hangen voor de, de volgende video's die ik ga maken. Dan is het in ieder geval tijd om de molstreken van Nire te gaan bespreken. Uiteraard wil ik wel erbij vermelden dat ik wel de afleveringen volgorde heb gekeken. Eigenlijk is de reden voor mij is heel simpel. Anders uh, ja, is het voor mij ook geen spel meer. Ja, zoals uh, gewoonlijk uh, zijn er een hoop uh, molstreken ook in beeld gebracht. Het was iets van een half uur uh, dat we konden zien uh, wat er allemaal was gebeurd. En zoals ik net ook al aangaf, zijn de, de leukste die, uh, waarvan ik denk dat de leukste zijn. of die we hebben besproken, die ga ik uh, meenemen. En uh, natuurlijk uh, te beginnen met de welbekende portefoonproblemen. Hallo, dit is nee, nee. Ja, jij dingen te doen met dat ding? En het is echt zo heerlijk dat het ieder seizoen ook weer terugkomt. En zoals ik ook al zei, dacht ik dat Thiemen en Kars daar heel erg aan het knoeien waren. Maar ja, zoals we ook konden zien, was het helemaal niet hun. Maar was het Nire die bezig was. En dan natuurlijk de restaurantopdracht. En ja, die was echt wel chaotisch. Zo, ja, die was echt wel chaotisch. Oep, aan de kant. Hij geserveerd. Nou ja, zeg! En wat zij dan doet, is gewoon de gerechten die goed zijn weer terugzetten. Zodat ze daar niet genoeg geld voor binnen konden halen. En dan ook dat ze de zin heeft geleerd, ik ben een verrader. Ja, het zijn wel hele bijzondere dingen. Nou die zou je ook niet direct kunnen raden. Ja, nou, en natuurlijk, uh, die, wat ik wel had gezien, en volgens mij heb ik het ook niet helemaal meegenomen in uh, de Robbers Mottock videos Was natuurlijk op de achtergrond uh, die twee gasten die wegliepen. ik terug naar mijn plekje ging. Niemand van de kandidaten heeft deze mannen gezien. En ja, ik dacht ook dat het door iemand anders was gedaan dan Nire. En dan gaan we door naar de opdrachten in het pretpark. En ja, zoals de kandidaat en mij ook al was opgevallen, was Nire een van de, de langste die weg was gedurende de opdracht. En, maar wat ze al die tijd heeft gedaan, ja, dat wisten we eigenlijk niet. En ik wilde zeggen van dat weet u nu wel. Maar dat is ook nog niet helemaal het geval. Wat me wel opviel. Was, en dat heb ik niet in het script meegenomen, was dat Niree heel weinig geld heeft binnengebracht. En ja, dat was maar 100 euro. En eigenlijk is het ook wel heel duidelijk in, in beeld gebracht uh, tijdens de aflevering, dat ze ook heel weinig heeft binnengehaald. En je zag ook gewoon dat ze constant werd afgeschoten en werd geraakt. Ja, dat ik dat over het hoofd heb kunnen zien uh, verbaast mij ook wel. Ik uh, zit er eigenlijk een beetje net zoals bij uh, Sosse uh, Jelmeren uh, zat na deze video. Oh, sorry. Maar jij ging er ook gewoon mee akkoord. Ja. Dan gaan we weer door naar de opdrachten, atypisch, waarvan ik zeker wist dat de mol zat in het groepje van de uitbeelden, tot ik dit zag. Ik hoorde de ideeën en de strategie van de mannen aan, en zodra iemand de verkeerde richting ging, dus de antwoorden gaf waar we geen geld mee verdienen, haakte ik aan en ging ik enthousiast mee. En... Ja, toen had ik echt wel zoiets van: ja, het is logisch dat de mol daarbij wil zitten. Om alle kandidaten het goede antwoord te laten geven. terwijl ze eigenlijk het foute antwoord moesten geven. Dan natuurlijk ook de laatste opdracht van het seizoen. waar ze een kwartet moesten maken. Ja, en wat Nireda natuurlijk deed. was ook niet meer als logisch. De portefeuille pakken. en zorgen dat de spullen niet op de goede plek terechtkwamen. En zogenaamd als laatste de portefeuille pakken. In ieder geval wel heel tactisch gedaan. Ik eh, zeg dan ook wel eerlijk eh, dat ik wel het gevoel heb dat zij echt wel het meeste eruit heeft gehaald als mol zijnde. Want er zaten hier en daar een aantal opdrachten tussen waar ze heel moeilijk kon mollen. En toch eh, nog wel een redelijk eh, bedrag uit de pot heeft kunnen houden. En dan eh, laten ze ook nog eh, bij de bekendmaking eh, laten ze zien aan het einde zo'n beetje van de aflevering van de mol, van de mol FM opdracht. Dat wij eh, Nire hadden kunnen herkennen als mol zijnde. Dan pakte ik bij puur toeval de letter M. Mol. Dat ik het dier mol zou noemen, was een inkoppertje. Maar een kleine referentie naar mijn mentor Merel. En deze had ik ook voorbij zien komen. En het was voor mij ook echt wel een van de meest opvallende momenten. Dat ik zoiets had van, oh ja, maar dat kan niet anders dat zij de mol is. Ja, en op een of andere manier is het me helemaal langs me heen gegaan. Ik denk dat ik met mijn hoofd weer ergens anders zat. Ja, dan, dan schiet het tussendoor en dit was echt wel een van de meest duidelijke hints die je kon krijgen. Ja, en dan zijn we ook alweer aangekomen al bij het einde van de aflevering van Wie is de Mol streaming editie. En ik moet zeggen dat ik sinds lange tijd ik weer echt heb genoten om de afleveringen te kijken. Zeker omdat het met onbekende mensen was. Het was gewoon leuke opdrachten en... Ja, leuke kandidaten. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat de, de, de regisseurs en producenten echt wel de molhins in, het, uh, in de aflevering hebben laten zitten. Mijn mening is dan ook dat ze dan uh, verder moeten gaan op deze voet. Uh, uiteraard wel weer uh, met de drie opdrachten in plaats van twee. En een eliminatie die aan het einde van de aflevering plaatsvindt. Want dat was voor mij met het script en nou, alles was ze toch wel erg lastig. Maar goed, aan de andere kant wat ze daar weer wel goed hebben gedaan, wat ook heel erg interessant maakte, was dat ze eigenlijk geen tijd hadden om het te verwerken. Want na de eliminatie moesten ze gelijk weer aan de volgende opdracht verder. En in mijn ogen maakt dat ook wel weer een stuk leuker. Ik denk dan ook dat wanneer ze deze dingen in een beperkte mate implementeren in de normale Viestemol-afleveringen of seizoenen, denk ik dat ze echt wel weer een groep nieuwe kijkers gaan trekken. In ieder geval zover. Ik vind het echt heel erg leuk gedaan. En zoals ik aan het begin ook al zei. Ik wil iedereen bedanken in ieder geval voor de reacties. Voor de likes en voor de mensen die geabonneerd zijn. En ja ik hoop dat jullie de volgende video's. En ook de volgende seizoenen van Wie is de Mol er gewoon weer bij zullen zijn. En dat is waar ik het voor nu ook bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je al bent geabonneerd. Weet je niet belletje aanzetten zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, uh, later.